Is everyone ready? Yes. Dean, is your family ready? Yes. 1, 2, 3, cut! Welcome to BYD Suriname. We are open for business. So, dit is de BYD seal. Hij kan op één enkele charge 520 kilometer, denk ik. Dit is het model dat ze in Suriname gaan verkopen, de BYD seal. En dan heb je nog de BYD Dolphin. Hun versie van een fiets. Het is wel veel groot. En deze gaat op een volle batterij zo'n 400 kilometer, denk ik. En dan heb je een SUV-versie. Dit is de BYD One en hij kan op een volle batterij 480 kilometer ver rijden. En BYD in de wereld is hier momenteel grootste rivaal van Tesla. En BYD is een afkorting voor Build Your Dreams. OnePlus. We zijn bij de opening van BYD Paramaribo en het staat aan de Faialobistraat nummer 6. En er in Suriname gaan de 3 best verkochte modellen van BYD verkocht worden. We gaan even praten met de general manager, de vertegenwoordiger van BYD Jamaica. Omdat BYD is heel goed vertegenwoordigd in het Caribisch gebied. En in Zuid-Amerika. En nu zijn ze in Suriname.
I didn't catch your name. Tiffany Martin, the general manager of the Caribbean Hub. Tiffany, you are also from Jamaica? Yes, our offices are based in Kingston, Jamaica. How long has BYD been in Jamaica? BYD started in Jamaica at the end of last year. And we're representing now in Antigua, Suriname, Trinidad, Kingston, and Montego Bay is about to open. But BYD is also in South America, right? Sorry, I didn't catch that. BYD, they're also represented in South America. Yes, indeed. It's opening in, it's been open in Chile, Colombia, Guatemala, Peru, Paraguay, a lot in Brazil. It's huge. It's huge in Brazil. We're opening in 10 Caribbean countries. We're opening in Aruba, the Dutch Caribbean, Aruba, Bonaire, Curacao. We're opening in Barbados. We're opening in Belize, Turks and Caicos, hopefully in the future. There's many islands. We're going to be in 10 to 12 islands within the next 12 months. Does that mean that the sales are going very well? Yes, it depends country to country, depending on the local import duty structure. If the import duty structure is low for electric vehicles or zero, we're seeing huge sales. For example, Trinidad, Barbados, two countries that the government support electric vehicles, and there's very low import duties. So we're seeing great growth. And now you guys are in Suriname? Yes, we're very excited about Suriname, and Dean Linger, a partner we've been with since 2017, so we're delighted that he's invested such a huge amount of money in a fantastic facility. So one of the questions, big questions, is how do you charge it? Great question. We have a couple of options. We have an occasional charger that you can just plug into a socket at home. That would take a lot longer. You have a fast charger where, I think Suriname will probably have some in the future, where it will only take 40 minutes to get to 80% charge, or a home charger where it can take sort of between 6 and 8 hours. The great thing with BYD is the ranges. Compared to many other electric vehicles, the range can be anything from 410 to 500-600 kilometers. So they have huge ranges, and they have blade batteries. So it's a very flat battery that sits in the base of the car. You don't lose any boot space or anything like you do with some electric vehicles. But the range, I think, for a country like Suriname, where people don't seem to go too far, like many of our Caribbean islands, to charge once a week, once a month is sufficient. And then the saving is huge. So what are the cost? That's the second big question. How much does it cost? Okay, great question. The cost, we tend to find it's about 30-35% of fuel. So a great saving. When anyone buys a BYD, a charger, home charger, is installed in your home, and an occasional charger as well they put in the trunk of the car. So it's great savings for anybody. And in many countries there can be public charging, and sometimes the public charging can be free. So I'd say the worst case is a 30-35% cost of what fuel costs now. So the price you'd pay for tank to fill up your gas would be a third to tank? Absolutely. No queuing at a fuel station. No queuing. You can do it in the privacy of your own home. Many people charge overnight. So charge at your leisure. So what's the best selling car until now from BYD? For BYD, I think in the Caribbean, we tend to like more SUV. So for us, we have two. We have the OnePlus, which is a mid-range SUV. And that can have a range of between 410 to 480 kilometers. And we have a Song Plus DMI, which is a 1.5 hybrid engine. So we have two, which is a slightly larger car. But right now, across the Caribbean, the OnePlus, the mid-range SUV, is the most popular. Something more to add? Something more to add. I would say for anyone that hasn't driven an electric car, drive one. The
sensation of driving an electric car is amazing. Not only are you saving money, you're being good to the environment, but it's an incredible feeling driving an electric car, and the 0 to 60 is incredibly quick. It's a wonderful experience, and you're helping the environment. Goed. Dat was de vertegenwoordiger van BYD Jamaica. Zo, laten we de Surinaamse vertegenwoordiger gaan zoeken. Onze dealer van BYD in Suriname. Waar is dat? Oh, ik zie hem aan die kant. Laten we daar naartoe gaan. Again, mensen. Dit is de BYD Seal van Sedan. Hij kan op een volle charge zo'n 520 kilometer bereiken. En dit is de BYD Dolphin. Een fiets versie, om het zo te noemen. En deze kan op een single charge zo'n 400 kilometer halen. En dan heb je de BYD One. Een SUV. En deze kan op een volle charge 480 kilometer halen. Goed. En dan, ja, komen we hem tegen. Oké, we gaan praten met Dienlinger, de dealer van BYD in Suriname. Is Dienlinger, de autodealer. Dien, van waar het idee om te beginnen aan elektrische auto's? Ja, je ziet dat het een trend is in de hele wereld dat men overstapt van normale auto's naar elektrische auto's. En toen we dit merk leerden kennen, hadden we zoiets van: dit is een uitstekend merk om in Suriname te introduceren om de stap te maken naar elektrische auto's. En waarom BYD? Momenteel is BYD de snelst groeiende elektrische autofabrikant in de wereld. Ze hebben intussen Tesla ook al overtroffen. Maar het belangrijkste is de kwaliteit, want BYD is eigenlijk een batterijenmaker. En vanuit die kennis zijn ze overgestapt om auto's te maken. En de batterij is eigenlijk de hart van de auto. Dus vandaar dat we voor BYD hebben gekozen. En je hebt hier drie modellen die je gaat verkopen? We hebben hier vier modellen. We hebben hier de Dolphin, dat is een kleinere. We hebben de Yuan, dat is meer een SUV. We hebben de Seal, dat is de personenwagen. Maar voor mensen die nog een beetje twijfelen tussen vol elektrisch, hebben wij ook hybrid. Dus dat betekent de auto heeft een normale motor plus een elektrische motor. En dat is de Song. En dus we hebben vier modellen hier vandaag. En hoe ver gaat die hybrid? Die hybrid is zolang je brandstof hebt, kan je rijden. Toch? Dus daarmee kan je ongelimiteerd rijden. Onze elektrische wagens, fully electric, rijden gemiddeld 300 kilometer op een volle lading. Dat je kan rijden zonder problemen. En hoe ga je chargen dan? Het chargen kun je gewoon thuis doen. Zolang je 220 hebt, krijg je met de auto een huischarger mee. Dat wordt bij je thuis geïnstalleerd. En daarmee charge je in ongeveer tussen 7 uur tot 8 uur is die auto weer volgeladen. Die Seal die gaat 520 kilometer op een volle charge. Gaan jullie later ook die sportversie halen? Ja, het is de bedoeling dat we nu even kijken hoe de markt reageert. Want er is eigenlijk BYD heel veel modellen. En we moeten nog leren wat is het model dat de Surinamer leuk vindt. Omdat sommige modellen hebben Surinamers nog nooit gezien. Dus vandaar dat we gewoon gaan beginnen met verschillende modellen. En uiteindelijk gaan kijken waar de Surinaamse markt het meest hard naartoe gaat. Over het chargen, om bij het chargen te blijven. Hebben jullie al uitgerekend hoeveel het gaat kosten gemiddeld?
met de huidige energietarieven die al verhoogd zijn. Als je elektrisch rijdt, fully electric, is je rekening iedere maand 1/3 deel van wat je zou betalen als je brandstof in je auto zou zetten. En we zijn nu ook bezig met 2 bedrijven om zonnepanelen te plaatsen, waardoor je eigenlijk gratis kan rijden. Oké, en de service, want dit zijn nogal, dit is nieuwe technologie, hè? What about the service? Wij mochten pas open gaan als wij de trainingen van BYD hadden gevolgd. We hebben ons eigen service team, we hebben alle computersoftware om deze auto's te repareren, na te kijken, te scannen, alles. En we mochten pas open gaan als we dat bekwaamd waren te doen. Daarnaast, wanneer je koppelt aan BYD, ben je verplicht elk kwartaal online trainingen te volgen. Plus 2 keer per jaar moeten we naar het buitenland gaan om trainingen te volgen. Dat is allemaal in het pakket, anders mag je BYD niet verkopen. En de moeilijkste vraag, hoeveel kost het? Dus eigenlijk momenteel is het dat bijna elke maand een BYD shop open gaat over de wereld. En daarom zeg ik, is het de snelst groeiende brand momenteel. Omdat ze 1, ze kunnen leveren en 2 is de kwaliteit is goed. Dus het is, eigenlijk lopen we achter. Toch? We moesten eigenlijk al 2 jaar geleden open zijn gegaan. Maar ja, niets komt voor zijn tijd. Hebben jullie ook een testdrives? Nog een keer? Hebben jullie ook testdrives voor mensen die geïnteresseerd zijn? Daar. Want ik heb begrepen dat het als een droom is om een elektrische auto te rijden. Daarmee beginnen we de komende maand september. Dat we gewoon in selectieve groepjes een beetje gaan beginnen met testdrives. We kunnen niet te groot, want anders hebben we rij hier buiten van mensen die testdrives willen. Alleen om het gevoel te krijgen. Maar het is wel in de bedoeling dat we gaan beginnen om successievelijk aan mensen ook testdrives te geven. Heb je al eentje gereden? Ik verkoop niet wat ik niet rijd. Hoe rijdt het? Geweldig. Geweldig, 1 woord. Goed, dat was meneer Linger. Meneer Linger, heeft u nog iets te melden? We zijn open. Al wil je niet een auto kopen of al kun je niet, zeg ik altijd, je bent vrij om te komen kijken. Toch? Je kunt beter dromen als je je droom hebt aangeraakt. En niet alleen dat, we vinden hier moet toegankelijk zijn voor iedereen. Al ben je een schooljongen, al ben je wie dan ook, je mag binnenkomen, je mag de auto zien, je mag ze aanraken, je mag in ze zitten. Toch? Iedereen is welkom. Goed, meneer Linger, gaat u ons even uw auto's laten zien. Welke is uw favoriete trouwens? Deze, de Seal. Dat is mijn favoriet. Dan gaan we even naar de Seal kijken. Dus deze is uw favoriete? Ja, deze is mijn favoriet. Ja, deze is mijn favoriet. Hij is heel sporty. Hij rijdt heel snel. Hij is een beetje sportuitvoering. Zoals je ziet, het heel dak is een sunroof. En het unieke ervan is, hoe feller de zon schijnt, hoe meer hij blindeert. En hoe minder licht er is, hoe helderder hij wordt. Dus dat is een voordeel dat je hebt van deze. Ja, dus het is, natuurlijk is dat theorie. We hebben nog een beetje te weinig ervaring wat Suriname is. Maar we verwachten dat we zeker 70% tot 75% kunnen halen van wat er gezegd wordt dat het eigenlijk mogelijk is. Dus je kan bij deze gemakkelijk boven de 375 kilometer rijden. Maar
Mist u dat geluid niet van de motor? Want deze dingen zijn heel erg stil, toch? Als je gewend bent een goede auto te rijden, dan hoor je eigenlijk de motor zelfs niet eens meer. Een normale auto hoor je de motor niet. Het enige wat je hoort is het gesuis van de banden. En hetzelfde bij een elektrische auto. En het maakt het rijplezier iets genotvoller, voor mij tenminste. En bepaalde modellen hebben zelfs dat je wat geluid kan bijzetten. Dus mis je het geluid, kan je het geluid gewoon zetten. Dan hoor je nog steeds geluid. Die auto heeft twee tablets. Ja, het heeft twee. De eerste is de main monitor waarop alle informatie komt. En het andere hier voor me is wat ze meer noemen de dashboard. Toch? Dat je de dashboard hebt waar de gegevens zijn, de snelheid, hoeveel procent je batterij nog is. Alles staat hier dan op. Dus om te chargen en een volle tank, het verschil is dat je dit 1/3 deel minder gaat kosten. Ja, de kosten om elektrisch te rijden is 1/3 deel van dezelfde wagen in gasoline rijden. Dus nu moet je kiezen of je geld gaat brengen voor EBS of staatsolie. Nee, dat klopt niet. Nu ga je moeten kiezen om al je geld te brengen naar staatsolie of om 1/3 deel van je geld te brengen naar EBS. Is wel een verschil. Volgens mij zag ik die CEO van staatsolie. Hoor. Laten we kijken wat hij ervan vindt. Ik bedoel, een oliebaas bij die elektrische auto's bekijkt. Wat Sandy? Laat me dit van zeggen. Sommige mensen denken dat met de stap naar elektrische auto's dat we problemen gaan krijgen met onze oil en gas. In de hele wereld gaat ongeveer maar 30% van alle olie die er gevonden wordt, gaat in auto's, om auto's te bewegen. Maar alles wat u hier zo ziet, dat van plastic is gemaakt van die auto. En alle andere rubber en al dat soort dingen, wordt van aardolie gemaakt. Dus aardolie zal altijd nodig zijn. En de grote schepen, ik heb nog geen vliegtuig gezien in Nederland vliegt op stroom, op elektriciteit. Dus er zal altijd een behoefte zijn naar elektriciteit. Naar aardolie. Dus het is niet conflicterend. Het is juist dat je er beter mee omgaat. Goed, thank you Mr. Linger. En succes. Goed, dat was dus de BYD CEO. Favoriete van de CEO. De favoriete auto van de CEO. Mooi. Oh ja, volgens mij zag ik meneer Jagisser van Staatsolie. Oké, we gaan even het statief halen. Dan gaan we met meneer Jagisser praten over elektrische auto's. We zijn nog bij de opening van BYD Paramaribo. We gaan proberen een gesprekje te voeren met meneer Jagisser, de oliebaas op dit moment in Suriname. Ja, dat is hem. Meneer Jagisser, de oliebaas op dit moment, wat doet hij hier bij de elektrische auto's? Die Linger is een goede vriend van me, dus hij heeft me uitgenodigd, daar ben ik gekomen. Maar u begrijpt ook, wij zijn een energieproducent en de toekomst van de wereld is gaat veel meer elektrisch, dus inclusief elektrische auto's. Maar wat vindt u van die ontwikkeling zelf, nu we zelf ook oil en gas giants gaan worden? Helemaal geen probleem, omdat we moeten concurreren. Dus er gaat nog veel behoefte zijn aan gasoline en diesel en dat gaan wij produceren.
Maar u weet, Staatsolie gaat ook solar gaan opwekken, heeft hydro. Dus wij gaan ook elektriciteit leveren, zodat deze auto's ook kunnen rijden. En in de toekomst steeds meer solar gaan maken en misschien wind in de offshore. Dus wij doen ook gewoon mee wat de klant wil aan energie. Als het uit een schone bron moet zijn, dan gaan we het ontwikkelen voor de toekomst. Want ik dacht net, de eerste berekeningen zijn gemaakt en ze wijzen uit dat om een auto vol te tanken van dezelfde size of een auto vol te chargen, dat die charging 1/3 deel wordt van wat je vol zou tanken. Dus in plaats dat je 2000 zou tanken vol, zou je chargen voor 700 SRD. Is dat niet minder een, dat is dan niet zo leuk voor GoTo? Nee, is niet lastig. Nee, we promoten toch. Dus kijk, in de toekomst, als GoTo geen bestaansrecht meer heeft, misschien over 20, 30 jaar, dan zorgen we ervoor dat we in een andere business zitten. En je ziet dat deze auto's, vroeger werden ze geladen op speciale plekken. Maar tegenwoordig is die techniek zo goed dat je het zelfs thuis kan laden. Dus ook die business is er niet meer straks. Dus we kunnen niet zeggen dat we GoTo's gaan ombouwen tot oplaadstations. Maar we gaan mee met de business. Whatever happens in de wereld, Staatsolie is altijd flexibel genoeg om mee te groeien. En dan gaan we onze businessmodel aanpassen. Gaat u ons melden wanneer u een elektrische auto heeft aangeschaft? Ja. Ik ga jullie melden. Maar dat is de bedoeling. Dat we demonstreren dat we onze eigen solarenergie opwekken, hydroenergie opwekken. En ook schoon willen zijn. Wij willen, ondanks het feit dat we olie- en gasmaatschappij zijn, willen ook schoon zijn. Ook onze olie en gas gaan we zo schoon mogelijk produceren. En natuurlijk gaan we ook in de opwekking van schone energie gaan. Aboeng, nog iets te melden? Nee, het wordt spannend de komende kwartalen. Ja. Goed, dat was de CEO van Staatsolie, meneer Jack Isser. Dan hebben we het gehad, denk ik, voor deze livestream. Ik denk dat dit de hybride versie is.
Goed, mensen, dan gaan we deze livestream afsluiten. Dit was Star News bij de opening van BYD Paramaribo. De eerste officiële brand dealer van een elektrische vehicle. BYD is een afkorting voor Build Your Dreams. De afkorting voor Build Your Dreams. En hij komt uit China. BYD is het grootste rivaal van Tesla. Dus kwalitatief heel goed. Hij kan ook wel in water rijden, denk ik hoor. Toch? Ja. Ja. Een snelle Google search laat zien dat elektrische auto's best wel in water kunnen rijden. Sommige drijven zelfs erop. Ja. Hoe heet dat? Dichtheid van metalen. Die zijn lichter dan water. Dat is lichter dan water. Maar goed, dit was het. We gaan deze livestream afsluiten. In Suriname dus nu te koop. De BYD Seal. Die 520 kilometer kan rijden op een volle charge. Dat is de BYD Seal. Een sedan. Hele snelle auto. Hij kan in zijn stockvorm best wel die echte race opgevoerde auto's aan hoor. Dat is de BYD Seal. In theorie kan hij dus 520 kilometer op een volle charge halen. En dan heb je hier de BYD Dolphin. Die haalt tussen de 300 en 400 kilometer op een volle charge. Dit is hun versie van een Fiets. Hij is wel ruimer dan een Fiets hoor. En dan heb je de BYD Yuan, BYD One. I don't know how we dat uitspreekt exactly. Maar deze is een SUV. En dit is het best verkochte model in het heel Caribisch gebied. En deze SUV haalt op een volle charge een afstand van 480 kilometer. In theorie. Er zijn wel mensen die dat al gehaald hebben hoor. Omdat ze netjes reden, tussen aanhalingstekens. BYD, Build Your Dreams. En het vierde model, dat is waar de CEO van Staatsolie staat. Dit is het vierde model. En deze heeft een batterij en een gewone gasoline tank, benzine tank. En deze haalt volgens mij op een volle tank en een volle charge 1100 kilometer. Als ik me niet vergis. En dit is de BYD Song. Goed, dat was het. BYD is in Suriname. Het vier modellen. Trouwens, BYD bouwt ook pick-ups en bussen. Gaan we eruit.